Deze week in het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. Harderwijkse lijstenmaker hoort bij de beste van de wereld. De borrelboot start met rondvaarten in Harderwijk. Martijn Kleermaker is Nederlands dartkampioen. Het Harderwijkse Zaken Weekjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Shapers of Hair. Het deskundige team creëert voor u de mooiste modellen en staat klaar om eerlijk en professioneel advies te geven. Rechtstreeks vanuit Harderwijk is dit het Harderwijkse Zaken Weekjournaal met Gerdien Beelen en Irene Hop. Welkom, fijn dat je weer kijkt naar een nieuw Harderwijkse Zaken Weekjournaal. De eerste plannen voor de uitbreiding van de molen dateren alweer 4 jaar geleden. En deze tijd was hard nodig om de plannen uit te werken. Maar nu is de weg vrij voor de nieuwbouwplannen en de bouw gaat definitief door. Wat er precies gaat komen is het volgende. Aan deze kant van de molen komt een bakkerijmuseum. Binnenin hebben we een toiletgroep die sterk verouderd is. En daar komt een nieuwe toiletgroep, zodat het ook voor minder valide toegankelijk is. En er komt aan de zijkant nog een uitbreiding van onze educatieve ruimte. Dus we zijn vol plannen en we hebben nog hard geld nodig. Wij denken er al jaren over. De molen, onderhoud van zo'n monumentale molen, kost veel geld. En we hebben in de loop van de jaren best wat geld gespaard. En we hebben wat subsidie gehad in het verleden. En we hebben gezegd, we gaan daar een museum bouwen waar we workshops kunnen geven. En dat brengt natuurlijk altijd wat geld op. En daarom hebben we gezegd, we gaan lekker uitbreiden. Zodat we onszelf ook in de toekomst genoeg financiën kunnen krijgen. We hebben in ieder geval een mooi begin gekregen van de gemeente. De gemeente heeft €50.000 toegezegd. De financiën voor deze kant, voor het museum en voor de toiletgroep, dat is inmiddels rond. Dat kunnen we betalen. De andere kant, de uitbreiding van onze educatieve ruimte, het zaaltje zeg maar. Daar hebben we nog de centen niet voor. Daar proberen we nu nog wat geld bij voor elkaar te krijgen. Christa Pieter stond al vanaf haar 5e bij haar vader aan de werkbank. Het vak lijstenmaker is dus echt met de paplepel ingegoten. En dan blijkt ze er ook nog eens heel erg goed in te zijn. Ze heeft al meerdere prijzen gewonnen en ook dit jaar staat ze tussen de beste lijstenmakers van de wereld. Mijn beroep is eigenlijk niet in één zin uit te leggen, dat is een heel groot verhaal. Eigenlijk gaat het erom dat wij dingen inlijsten voor mensen die ze waardevol vinden. En wat wij dan doen, we gaan samen met de klant kijken wat is een mooi geheel. En daar maken wij een mooi eindplaatje van. Het begon allemaal in 2015. Toen heb ik met mijn eerste wedstrijd meegedaan. Gewoon te kijken hoe mijn kwaliteit op dat moment lag. En toen werd ik bestempeld met de titel lijstenmaker, of beste lijstenmaker van Nederland. Daarna heb ik nog een keertje meegedaan met de Nederlandwedstrijd. Ben ik tweede geworden. In Engeland hebben we meegedaan met de internationale wedstrijd. En daar ben ik in de top 5 beland. Dus ik sta ergens op plek 5 tot 2. 12 en 13 januari is in Engeland het Grand Gala met dus de finale plaats. En daarna mag ik het aan iedereen laten zien wat ik heb gemaakt. Wat is zo'n wedstrijd? Is dat nou een van de leukste dingen van jouw beroep? Of zijn dat toch dit soort dagelijkse dingetjes? Eigenlijk de dagelijkse dingetjes en met name de kleine klantjes. Deze week kwam er een meneer binnen met zijn kleinzoontje en die had net gefietst. Dus opa gaf hem een blaadje papier en die zegt, waar heb je net opgezeten? Gaat het jongetje een fiets tekenen? En zegt de opa, wie zat daarop? Ja, ik. Dus hij tekent zichzelf op die fiets. Die mag ik nu gaan inlijsten. Kijk, dat zijn de dingen waarvoor je het dagelijks doet. En die wedstrijden, dat is leuk om te zien hoe je kwaliteit ligt. De borrelboot die start met rondvaten in Harderwijk. En de eerste staat al gepland op zondag 13 mei. Ja, inderdaad, dan is het moederdag. En daarom is voor alle moeders en oma's een hele leuke actie bedacht. Komende zondag wordt de eerste rondvaart van Harderwijk met de borrelboot. Vanaf 12 uur gaat de eerste shift van start. En om 14:15 gaat de tweede aan de gang. We hebben een rondvaart hier langs de nieuwe boulevard. Dus het is natuurlijk hartstikke mooi geworden. En van daaruit gaan we onder de ophaalbruggen door richting het waterfront. We gaan over het aqueduct heen en dan via een eilandje gaan we langzaam terug richting het strandeiland. En dan zijn we hier weer aangekomen. Moederdag is natuurlijk een speciale dag.
We starten met de rondvaart van Harderwijk. We hebben een leuk arrangement met de admiraal. Je kan daar lekker gaan lunchen met je moeder of met je oma. En dan zit de rondvaart zit erbij in. Het kost €17,50 voor de moeders en oma's. En €20 voor de papa's en de rest. We zijn bezig om een beetje de geschiedenis van de Harderwijkse boulevard door te lichten. En daar willen we natuurlijk wat over vertellen. Dat gaat komende week nog niet gebeuren. Zover zijn we nog niet. Maar in de zomer is dat in ieder geval zeker. Ja, hier aan de ijsbar worden de kaartjes verkort voor de rondvaart. Na moederdag zijn de kaartjes gewoon een tientje per persoon. En dat is ook makkelijk af te rekenen. En dan is het hier bij de admiraal is het betalen. En dan kunnen ze hier gewoon aan de boulevard kunnen ze instappen. Straks in het Harderwijkse Zaken Weekjournaal. Martijn Kleermaker is Nederlands dartkampioen geworden. En nu ziet hij zijn naam tussen zijn eigen grote idolen staan. Dat is mijn titel nu, dus dat is helemaal toch wel super vet, zeg maar. Maar nu eerst Harderwijk in het kort. Als je over de mooie vernieuwde boulevard loopt, mag je de pas geopende ijsbar met maar liefst 20 smaken schepijs van restaurant De Admiraal zeker niet missen. Het restaurant is afgelopen week begonnen met de verkoop van het schepijs. En met dit prachtig weer viel het ijs natuurlijk een hele goede smaak bij de vele bezoekers op de boulevard. De Oranje Korfbal Internationals zijn 2 dagen lang in Harderwijk te zien. Unitas wil de sportkorfbal in Harderwijk promoten en de club landelijk op de kaart zetten. Dinsdagavond 8 mei speelde Oranje een demonstratiewedstrijd in de Siepel tegen de Veluwse selectie. Met erin 10 spelers van Unitas. En woensdag 9 mei geven ze een clinic aan de Harderwijkse basisscholen op de korfbalvelden bij Unitas. De gemeente is begonnen met het bezorgen van paspoorten en ID-kaarten. Dit kan thuis of op uw werk van maandag tot en met zaterdag. En Paris Morsinkov uit Hiede was de eerste die thuis haar paspoort in ontvangst mocht nemen. Martijn Kleermaker is Nederlands kampioen darter geworden. En nu zit hij zijn naam tussen zijn eigen grote idolen staan. Zijn volgende doel is het behalen van het WK in Engeland. Ik ben Nederlands rankingkampioen geworden. Dus dat betekent dat we 8 rankingtoernooien in het jaar hebben. Aan de hand van die 8 rankingtoernooien wordt er een ranglijst opgemaakt, bijgehouden. In die ranglijst ben ik eerste geworden. Dus dat betekent aan de hand van 8 toernooien ben ik de meest constante speler in het hele jaar geweest. En mag ik nu dus met trots de titel Nederlands rankingkampioen voor een jaar lang. Dat is mijn titel nu. Dus dat is helemaal toch wel super vet, zeg maar. Ja, dit zijn gewoon echt toernooien die ik puur voor mezelf speel. Dus dat is echt om zelf sterker te worden en om zelf je doelen te behalen. En je droom na te jagen. Aan de hand van zeg maar nu in deze prestatie heb ik me ook wederom geplaatst voor de Nederlandse selectie voor de 3e jaar op rij. Dus dat biedt ook weer mogelijkheden om weer verder te kijken dan waar we nu mee bezig zijn. En als je dan naar die namen kijkt van Barneveld, Stompé, Roland Scholt, Jelle Klaassen, dan is het wel vet dat je eigen naam ertussen mag staan. Daar kun je toch wel, kun je wel redelijk mee pronken, zeg maar. Om dit allemaal te mogen doen, dat kost veel geld. En dat kan ik zelf helemaal niet bekostigen, dus daar heb je hulp bij nodig. Ik heb natuurlijk een aantal mensen die mij sponsoren, die kunnen ze gewoon op mijn website zien. En ik heb kopje, dat heet Vrienden van Martijn. Dat zijn gewoon vrienden, kennissen die een eenmalige betaling doen van €50. En goed, als je 100 van zulke mensen hebt, dan heb je alweer een mooi bedrag bij elkaar, waardoor ik die toernooien kan darten. Wil je elke dag op de hoogte blijven van al het nieuws in en om Harderwijk? Neem dan een kijkje op onze website harderwijksezaken.nl. En blijf nu nog heel eventjes zitten voor de agenda. Tot volgende week! Het Harderwijkse Zaken Weekjournaal werd mede mogelijk gemaakt door Shapers of Hair. Het deskundige team creëert voor u de mooiste modellen en staat klaar om eerlijk en professioneel advies te geven. Bij de Zorgschuur aan de Krommeweg in Elspeet vindt u alles onder één dak. De Zorgschuur biedt een grote variëteit aan producten aan. Rollators, scootmobielen, rolstoelen en zorgbedden. Alles om de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen te verbeteren. Naast nieuwe biedt de Zorgschuur ook tweedehands artikelen aan. In de winkel en showroom aan de Krommeweg in Elspeet kunnen klanten alle producten bekijken en natuurlijk uitproberen. Even met de rollator naar buiten bijvoorbeeld om te kunnen beoordelen of het de juiste is. De maand mei is de maand van de mobiliteit en ook daar wordt aandacht aan besteed met een aantal acties en activiteiten.
Bij de Zorgschuur is het de actiemaand voor rollators. De hele maand geldt er een inruilactie. U kunt uw oude rollator inruilen en daarvoor ontvangt u 50 euro korting op een nieuwe Germino rollator. Daarnaast zijn er op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 de demodagen van scootmobielen. Tijdens deze demodagen kunnen mensen verschillende scootmobielen bekijken en uitproberen. Het is voor iedereen, jong of oud, van groot belang om zo mobiel en zelfstandig mogelijk te kunnen zijn. En daar helpt de Zorgschuur u graag aan mee. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 0577 459896 of via info@dezorgschuur.nl. Op zaterdag 19 mei is het weer zover, de jaarlijkse rommelmarkt in Hierde. Voor elk wat wils. De rommelmarkt in Hierde is een grote rommelmarkt met zo'n 70 kramen. Alle spullen zijn vooraf door vrijwilligers nauwkeurig gesorteerd en er is dus een keur aan spullen verkrijgbaar. Meubilair, boeken, elektra, serviesgoed, antiek en noem maar op. Ook is er een veiling, die wordt geleid door een professionele veilingmeester. De bezichtiging hiervoor start om 9 uur en de veiling duurt van 10:30 tot 11:30. De locatie is wederom het plein bij de Hervormde Kerk aan de Zuiderzeestraatweg. De rommelmarkt duurt van 9 tot 1 en voor de mooiste spullen moet u er op tijd bij zijn. De toegang is gratis en kijk voor meer informatie ook even op www.rommelmarkthierde.nl.